Jenny Beemster. Ja. Wat doe jij hier op de school en wat is er hier vanmiddag aan de hand? Want het is een drukte van belang. Zeker. Ik ben leerkracht van groep 7-8 dit jaar. En wij hebben een fancy fair georganiseerd voor Stichting Hartekind. Dat is het goede doel wat we dit jaar steunen. En we hebben het hele jaar door verschillende acties gedaan. Dus we hebben al hele mooie bedragen verzameld. Maar dat willen we nog net even een extra zetje geven voor de zomervakantie. Kun je uitleggen, wat is de Stichting Hartekind precies? Stichting Hartekind is een stichting die zich inzet voor kinderen met een aangeboren hartafwijking. En dat hebben we gekozen omdat een van onze leerlingen, die heeft een aangeboren hartafwijking. Dus vanuit ervaring zijn er al wat ouders bekend mee. Dus het is een doel wat dicht bij ons hart ligt, letterlijk en figuurlijk. En wat is er vanmiddag op de Fancy Fair allemaal te beleven? We hebben spelletjes, we hebben lekkernijen, we hebben van alles. Eendjes vissen, ouderwetse grabbelton, een hele grote limonadekoe die zeker gezien moet worden. Een limonadekoe? Ja. Buiten dat jullie vanmiddag nog iets ondernemen, het schooljaar is bijna ten einde. Ja. Gaat er nog een evenement plaatsvinden voor de stichting? Nee, dit is het laatste evenement. We hebben het hele jaar door gespaard met elkaar. Spaarpotjes in de klas en grotere acties. En dit is het laatste evenement. En we hopen volgende week, de laatste schoolweek, hopen we de eindstand bekend te maken. En dan maken we een mooi bedrag over naar Stichting Hartekind. Spannend. En gaat dit volgend jaar voortgezet worden of wordt er dan een ander doel gekozen? We kiezen elk jaar een ander doel. Dus volgend jaar gaan we ons weer inzetten voor een ander doel. En dan gaan we het hele liedje van vooraf aan beginnen. Nou, ik hoop dat vanmiddag een groot succes zal worden. Ik ook, dankjewel. Rianne, vanmiddag is de Fancy Fair voor Stichting Het Hartekind. Ja. Nu heb ik gehoord dat jij zelf een kindje met een hartafwijking hebt. Wat betekent de stichting voor jou? Voor mij betekent de stichting best wel veel. Zij zorgen dat er heel veel onderzoek gedaan wordt naar kwaliteit van leven en verbetering voor alle kinderen met een hartafwijking. Dat wordt natuurlijk steeds beter door deze stichting. Kan je er ook terecht als je vragen hebt? Ja. Over jouw situatie? Nee, dan moet je meer naar de kindercardioloog natuurlijk. Deze stichting zorgt echt voor onderzoek. Voor kwaliteit van leven en verbetering voor deze kinderen. En vanmiddag staat helemaal in het teken voor de opbrengst voor het hartekind. Ja. Ja? Wat betekent dat voor jou? Dat vind ik natuurlijk hartstikke mooi. Dat we deze stichting hebben mogen kiezen als het goede doel van dit jaar. En dit is natuurlijk een hartstikke mooie afsluiter om nog het laatste setje te geven om zoveel mogelijk geld op te kunnen halen. Ja. Nou, we zijn benieuwd wat uiteindelijk de opbrengst gaat worden. Ja, wij ook. Dankjewel.